start is gevallen. Met mispassen voor Jamil Cortina. Die begint achter de paarden. En Koos Zwageman, die wil de leiding wel hebben. Das Mijn Medo ligt tweede. Freeway Fortuna derde. Jos Verbeek wil ook een goede plek hebben. Maar waar zou die plek dan moeten zijn? Dan zou die misschien Koos Zwageman voorbij moeten. En dan de leiding weer afgeven. En als Van der Blonk, denk ik, Verbeek ziet, zal hij hem echt wel laten gaan. Paarden gaan de rechterbocht door. En het is Koos Zwageman die leidt. Aan de buitenzijde komt Freeway Fortuna. Derde plaats is voor Das Mijn Medo. Tempo ligt nog altijd heel hoog. En aan de buitenzijde moet Freeway Fortuna echt even aantreden om eroverheen te komen. Maar dat doet hij nu ook. Paardje wordt steeds kleiner en kleiner. Hij is er nu driekwart langs en nu helemaal. En nu zal Verbeek waarschijnlijk gelijk aan de handrem trekken, want nou wil hij die leiding ook wel kwijt. Freeway Fortuna, Koos Zwageman, daarachter Das Mijn Medo. Het veld schuift helemaal in elkaar. Buitenzijde komt naar voren Constantia River. Daarachter aan de relingzijde zit Ruud Pols met Sauerburger rijden. Loopt bijna op de rug van Kees Kamminga. En aan de buitenzijde komen ook andere paarden naar voren, waaronder Benker Transer. Paarden gaan de linkerbocht door en Verbeek gaat inderdaad de leiding nu afgeven. En de deelnemers komen zometeen de rechte lijn voor de tribune weer in. Aan de buitenzijde komt nu ook de aanval van Benker Transer. Deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. Benker Transer aan de buitenzijde gaat nu druk zetten en wil de leiding overnemen. Dat doet hij nu ook. Benker Transer wordt de nieuwe leider en zo gaan we straks nog één volledige ronde afleggen. Benker Transer leidt. Op de tweede plaats daarachter ligt Constantia River. Derde plaats is voor Freeway Fortuna. Eerste paard aan de buitenkant is Brenda Charisma. Binnenkant daarnaast Koos Zwageman. Daarachter ligt Jamil Cortina met aan de relingzijde Das Mijn Medo. Voorlaatst aan de relingzijde Zouwenburgerij. En laatst aan de buitenkant is Flory Dragon. Paarden ronden de rechterbocht. Benker Transer aan kop. Dat is een mooie positie voor hem. Daarachter op plaats 2 een deelnemer die je misschien liever niet op je rug hebt. Constantia River. Daarachter volgt ook al een paard wat het van zijn speed moet hebben en mooi voorin ligt. Freeway Fortuna. En aan de buitenzijde komt nu een deelnemer ietsje opschuiven. Dat is Brenda Charisma. Ook die moet het van haar speed hebben. Maar die speed die zal ze voor een deel moeten aanspreken om naar voren te komen. Gaat ze op dit moment doen. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Tempo gaat vooraan omhoog. Benker Transer leidt. Daarachter Constantia River. Dan Freeway Fortuna. Buitenzijde daarnaast Brenda Charisma. Zo gaan ze de laatste bocht in. Koos Zwageman ligt aan de reling. Ook aan de relingzijde Das Mijn Medo. En de andere paarden liggen eigenlijk te ver weg op dit moment. Want die koploper die gaat hard en die is inmiddels halverwege de Tjarda bocht. Het is Benker Transer die leidt. Benker Transer, daarachter Constantia River. Probeert die rug te houden, maar moet die rug toch al een beetje laten gaan. Daarachter op plaats 3, Freeway Fortuna. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Benker Transer is daar als eerste. Nu gaat Constantia River van de reling af. Maar Jaap van Rijn beweegt amper. Ze noemen hem niet voor niets de Iceman. De Iceman, hij keek één keer opzij. Meer emotie zul je bij hem niet zien, maar hij gaat hem wel winnen. Go baby, go go go! Helemaal alleen Benker Transer. Tweede plaats is voor Constantia River. Derde Freeway Fortuna. En de rest was te laat. Het Benker Transer gevoel, Hans. Dat heb je soms, Rogier, een gevoel. En winnend €8,60.